Signore di Passau, quant'anni? Buongiorno a chi la rotta. Mi sono contento che Passau per partecipare al torneo a chi non sta mai celebrando il giorno di nostra bandiera, nostro inno, nostro scudo, i nostri due idiomi di papiamento, che sono anche da unificare e da simbolo di unione di noi, come i giudici di Corson. Mi sono orgoglioso di avere la nostra opportunità qui durante il torneo qui per celebrare i nostri due giorni di bandiera e fuori a Milan. Mi chiedo di tutti qui presenti, se è come i giudici di Corson o no, con la bandiera del momento. Mi chiedo di tutti qui, se la bandiera anche la nostra uaia è bandiera l'onore di nostri di bandiera. Va bene così, tutto a posto. Lieve mensen, het is nu zo'n traditie dat u en ik hier elkaar treffen met dit toernooi, met geweldige krachten uit Nederland en uit Curaçao. En ik zou de Curaçaose spelers die voor de gelegenheid hier naartoe zijn gekomen, hartelijk welkom willen heten in Rotterdam. Welkom, welkom, welkom. Want dit is een mooi evenement, een fijne zondag. Ja, wanneer moeten we zeggen? Ja, de ambassadeur die een project die naar Hollanda, alleen jij bepaalt wie je bent. En toen naar Corsau, een project dat onder Ramiro, Valentin, de rolmodel naar Corsau, de ambassadeur die een project aan mijn mensen mee lopen. En toen, ja, een project dat we ons team, project dat we in 2012, via het ministerie die Hollanda, en dat we samenwerken met ons team Corsau, het ministerie die Corsau, een project. En toen, ja, ons boek is dat we toen moeten naar wat we moeten naar zijn sport. En dat er drie verschillende sporten zijn. En dat baseball, voetbal, basketbal. En toen Miranda een project uitpassen om onze organisatie voor een koninkrijk toernooi naar Aruba. En toen aan je aki, in oktober, die 9 oktober, tegen die 13 oktober, het koninkrijk toernooi te weten om Lugana Corsau. Voor toen moet je dan Nostina Corsau. En toen het heet dat weten om Lugana SDK, en toen FFDK, en toen Tiodobolpaar. En toen ja, nu mijn zaken dat het toer is. Al een en ander korsau, nu zijn en ander korsau. Maar bij Apoja moet je dan motiveren, bij wat kieken maas moest je naar korsau. De hele volk van Curaçao die leeft mee met ons hier in Nederland. En ze wilden ook heel graag het toernooi zien. Maar hoe komt het dat ze dat niet kunnen zien, de live uitzending vanuit hier? Ik begrijp de kritische vraag en het is ook goed dat de kritische vraag gesteld wordt. Ja. Het punt bij dit soort dingen is altijd, het kost geld. Ja. En wat we met elkaar, juist in die wijwereld, voor elkaar moeten krijgen. Is dat we met dit soort dingen goed omgaan en kijken van hoe kunnen we vroegtijdig beginnen om dit soort dingen ook live zichtbaar te maken in Curaçao. Dat hebben we een aantal keren gedaan. En in dit geval was het gewoon een aantal televisies waar we hier in Nederland mee bezig waren. Ja, die konden we ook niet. Het kost gewoon echt, om een voorbeeld te geven, dit kost zo'n uitzending kost gewoon 40.000, 50.000, 60.000 euro. Vertaal dat in nafjes praat je al heel snel over 100.000 guldens. Ja, dan moet je maar ophoesten. En zo'n toernooi is ook beperkt in zijn middelen. Ja. Als we dit goed weten te doen, ik durf best te zeggen dat ik overigens samen met de heer Gijsbert daar verantwoordelijk ben voor het feit dat Curaçao altijd meedoet in Nederland. Ja, dat als we dit nu gewoon oppakken, de komende jaren we alleen maar pret kunnen maken. En dan gaan we ervoor zorgen dat het altijd in Curaçao zichtbaar is. Altijd.
pueblo que Cotabaco no se puede aquí, es mensaje fijo. Manera para mirar el vibe aquí, manera para mirar con entusiasmo, tú tienes aquí, ¿no? Tú tienes aquí de haber demostrando con tanto un embajador para Cotabaco. Entonces, el mensaje aquí, no es que para bien para foco ni también, si abo nota aquí tienen, si por teléfono, vos también un embajador para Cotabaco. No se lo va a tu reglamento, camina Cotabaco por sacar cara. Caminda com sua porta bom representar, caminda nós por unir, não se entende tu nós lo aproveitar 30 e assim você vira. Para nós, naturalmente, me significa um dia mais é maneira que nós queremos que unificar nos pueblo, é seja através de deporte. Amo pensar sempre que o deporte, tal o qual que nós temos, serve como veículo para nossa área nation building. Aqui não tem color, não tem raça, não tem credo, não tem religião, não tem nenhuma situação de parte de nível de vida que cada de nós tem. Aqui, Turene, através de deporte, está unindo também junto para nós celebrando. Ojalá que isso aqui unifique muito mais para nós no futuro. Guapo pasante y de grande sostener no sobenan y está no sobenan de nuestro futuro que me dice abo te para sostener más mío son los pranes. Gracias.